Ik feliciteer je van harte. Om precies 10:30 kreeg mevrouw Gerda Bosbrouwer een lintje voor haar jarenlange vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel in Hattem. Ook is ze al 50 jaar docent voor het Rode Kruis. Ik word nu een beetje moe. Ik ben erin getuind. Maar dat vind ik, dat zijn ergere dingen, hè? Ook de 80-jarige boer Gijs Speelman uit Erichem werd naar het gemeentehuis in Buren gelokt. Het lintje was een totale verrassing voor hem. Ik vind het leuk dat ze dit voor me gedaan hebben, toch wel. Door het oude. Maar wat ik vooral leuk vind voor die zorginstelling in Geldermals. Ravenstein, afdeling De Horst. In het gemeentehuis van Aalten klonk het Wilhelmus op trekzakken. Een speciaal concert voor de 80-jarige Albert Plukker uit Dinxperlo. Albert heeft zich 60 jaar ingezet om jong en oud harmonica te leren spelen. Het werd een daverend succes en absoluut een lintje waard. Het had niet gehoeft, maar dan achteraf dan denk ik ja. Ja, dat klopt toch wel allemaal, want ik ben altijd bezig geweest. In totaal kregen in Aalten 10 mensen een lintje, waaronder 2 brandweermannen.